Dit is Austerlitz. U kijkt naar de straat. We zijn naar een willekeurige straat zomaar ergens in de provincie gereden. Vandaag het gehucht, het dorpje Austerlitz, vlakbij Zeist. En we staan op het dorpsplein met het hoekje met de oude postweg. Hier is de plek in Austerlitz waar het gebeurt. Als je die kant op kijkt, achter die witte auto, daar zie je al een parkje. En daarnaast begint het bos. Zo dicht zit het hier allemaal bij. Aan de achterkant, Joep, achter je, cameraman Joep. Aan de achterkant hebben we horeca. We hebben daar nog een slager en we hebben nog een supermarkt. En dat is het zo'n beetje. Oh ja, achter ons hebben we nog het dorpshuis, het Trefpunt. Daar ben ik net al even naar binnen gelopen, maar daar valt vandaag niet zo heel veel te beleven. En we staan met de auto van Joep staan we voor de deur van iemand. We gaan die kant op, Joep. We gaan even oversteken. We staan met onze auto. We hebben onze zendauto bij ons. Grote zendauto. Mast ervoor. En daar woont iemand en die geeft ademlessen. Nou, dat vond ik zo opzienbaar. Ik denk, daar wil ik even wat meer over weten. Dus we gaan eens even kijken of die mevrouw mij dat wil uitleggen. Ah, hallo hond. Hallo, ik ga jou niet aaien. Wil je wat zeggen? Hij wordt stil van de microfoon. Zo, er komt wel iemand aanlopen. Dag mevrouw. Uw hond wordt stil van mijn microfoon. Nou, hij is onder de indruk. Ja. U heeft een bordje aan uw gevel hangen. U geeft ademlessen. Ja. Nou ben ik een jaar of 55 geleden geboren. Dat ging in één keer vanzelf. Waarom zou ik dat nu nog moeten leren? In de loop van ons leven en soms zelfs voor de geboorte gaat er toch een heleboel dingen mis met de adem. Door alles wat we meemaken. Het leven is spannend. En vroeg of laat, sommige mensen nooit, maar sommige mensen krijgen daar op de een of andere manier last van. Dat kan zijn door chronische pijn bijvoorbeeld, zonder dat er zelf direct een relatie tot adem wordt gelegd. Sommige mensen krijgen astma, gaan hyperventileren. Sommige mensen merken zelf duidelijker dat er een relatie is tot een adem. Nou, en dat, dan komen ze op een gegeven moment, sommigen bij mij. En wat leert u ze dan? En dan leer ik ze eigenlijk sowieso het inzicht te geven. En daarom is het ook les en is het niet zozeer therapie. Wat hun klachten met hun ademhaling te maken hebben. En ik leer in zoverre, het hele lichaam is ingericht om goed te kunnen ademen. Daar zijn we ons ook helemaal niet bewust van. Vaak zeggen mensen als ze hier komen, dat had ik eigenlijk op school moeten leren. We leren dat niet op school. Maar ze krijgen dus ook een stukje anatomie, inzicht. Vooral niet zozeer mentaal inzicht, maar door lijfelijke ervaring inzicht in hoe we met ons lichaam om moeten gaan om beter te ademen. En hoeveel lessen heb je dan nodig om goed te leren ademen? Dat is heel verschillend. Sommige mensen zijn in 3 keer klaar. Meestal is het zo tussen de 10 en de 20 keer. Maar er zijn mensen die al jaren komen. Omdat ze het een prettige manier vinden om op die manier bewust te blijven van hun lichaam. Ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die bijvoorbeeld zingen. Daar is ademhaling heel belangrijk voor. Zijn dat mensen die vooral bij u komen? Onder andere beroepszangers, beroepsblazers. Maar eigenlijk voor het merendeel gewone mensen. Mensen die voor radio, tv werken, die op de een of andere manier zich moeten presenteren en dan ook vaak merken, ik krijg het benauwd. Kunt u aan mij zien of ik goed of slecht ademhaal? Ik zie het vaak vrij snel. Dan wil ik wel een oordeel. Dat kan ik nu niet, want ik ben nu met het gesprek bezig en niet met mijn beroepsogen. Oké, dus niet zo dat u iemand tegenkomt zegt, nou, die ademt slecht? Nou, als ik kijk naar mensen op televisie bijvoorbeeld, dan, of ook als ik hoor via de radio, dan hoor ik het vaak. En televisie zie ik het vaak wel. Dan heb ik wel mijn ogen en oren op. Ja, een heel bijzonder vak. Maar nu zo even niet, nee. Nee. Goed, nou, bedankt dat u dat even wilde uitleggen. Heel bijzonder. En doe de groet aan de hond, want die is echt onder de indruk. Ja, hij is inderdaad... Hij is onder de indruk, hij heel goed. Onder de indruk, ja. Bedankt, fijne dag. Ja. Hij wil niet hoor, Joep. Oh, wil die wel? Ah ja, hij is echt onder de indruk van de camera ook. Ondertussen lopen wij langzaam... Echt onder de indruk. Langzaam terug. Dag, bedankt. We zijn dus in Austerlitz en ik probeer een beetje achter te komen wat voor straat dit is. Even oversteken, even opletten of het goed gaat. Komt een meneer aan met een auto die rijdt stevig door. Hallo, dat was een mevrouw, sorry.
We lopen even daarheen, want die mensen staan bij een bord. Die staan achter een bord. Kan ik ze even lastigvallen voordat de camera in beeld is? Mag ik u een vraag stellen? Mag dat? Mag ik u wat vragen? Ja, dit is televisie. Ja. Okay. Bent u Austerlitzer of bent u toerist? Ik ben toerist. U staat bijna naar een bord te kijken. Wat zoekt u? Nou, we zoeken eigenlijk een attractie hier. De piramide? De piramide, of, ja, zoiets hebben we gezien. Maar die weet niet waar die is? We weten niet waar die is. We hebben nog geen bord gezien van de piramide. Of... Ja, het verbaast mij ook altijd, maar de piramide van Austerlitz ligt niet bij Austerlitz. Oh. Hij ligt een kilometer of 5 uit het dorp. Ja, dat is leuk. Maar het is heel mooi en ik kan het u echt aanraden om erheen te gaan. Bent u met de fiets of met de auto? Nee, met de auto. Met de auto. Oké, ga ik het u uitleggen. U rijdt hier de straat uit. Ja? Aan het einde gaat u links. Ja? Komt u bij een hoofdweg uit, een belangrijke provinciale weg. Gaat u rechts en dan naar 2 kilometer is de piramide. Nou, dan gaan we daar weer kijken. Hartstikke bedankt. En hoe denkt u dat u eruit ziet? Geen idee. Ja, begroeid met gras. Gras is er weer wel. Ja. Maar er waren vroeger heel veel struiken, die zijn eraf. Oké. Weet u van de geschiedenis van de piramide? Nou, nee, niet veel, nee. Ook niet? Nee. U weet ook niet van de geschiedenis van Austerlitz? Wij zitten in Soest op een camping en we kregen een boekje onder de ogen en we zeiden, nou, Austerlitz, gaan we weer kijken. Oké, het is niet zo lekker weer op de camping, hè? Nou, nee, hier is beter, hè? Ja, nee, maar sowieso, het regent al een paar dagen. Nou, zo tussendoor. Het gaat nog wel, vinden wij, hoor. En waarom bent u deze regio opgekomen? Nou, we hebben hier een zoon wonen in Soest. Dus vandaar dat we hier even in de buurt willen zijn. En bent u dan de hele 3 weken vakantie hier of maar een weekje? We hebben 3 weken de caravan op een camping staan, ja. En wat doet u nog meer, behalve naar Austerlitz gaan? Overal even heen fietsen. Maar ja, de vrouw zei, ga maar niet op een fiets. Want? Ik zat vergeten te regenen. Ja, het regent af en toe. Ja, dus met de auto. Maar wat heeft u nog meer gezien in de regio? Ja, Amersfoort, even een rondvaartje en dat soort dingen. En waar zijn we nog meer geweest? Soesterberg. Wat heeft u in Soesterberg gezien? Bij het museum zijn we geweest. Het Militair Museum? Het Museum, ja. Wat vond u daarvan? Ja, vind ik hartstikke mooi. Ik vond het hartstikke mooi. Indrukwekkend. Het is heel groot, hè? Het is hartstikke groot, ja. En wat vond u dan mooi? Want er zijn vliegtuigen, er zijn tanks, er zijn uniformen. Ja, alles vond ik mooi. Alles interesseerde me wel. Okay. Ja. Een stukje geschiedenis daar, hè? Daar is de bus. En je mag zelfs nog in een tankje rijden. Ja. Heeft u in een tank gereden? Nee, ik had niet meegedaan, maar ik mocht er wel in. Ja, oh, dat is mij nog nooit gelukt. Ja, het is voor de kinderen, maar je moet niet groter dan zo. En als we het dan over de piramide hebben, daar gaan we eigenlijk allemaal heen als we hier in de regio wonen, als we klein zijn. Want het is een hele grote speeltuin. Oh. Daar moeten we parkeren en dan moeten we nog heel eind lopen en dan komt u pas bij de piramide. Oh, ik zie hier een speeltuin ook. Ik zei, dan moeten we hier zeker zijn. Nee, het is een hele grote speeltuin. Wens ik u veel plezier. Ja, fijn, dankjewel. Oké, die kant op en dan links. Dan komt het vanzelf goed. Oké. We gaan om ons heen kijken. We gaan even. Er komt een mevrouw aanlopen. Mag ik u wat vragen, mevrouw? In Duits, gerne. Of Duits? Oh, mijn Duits is schrecklich. Dat maakt niks. Mijn Engels ook. Mijn Holländisch is nog schlimmer. Was machen Sie hier? Wir machen Urlaub. Wir radeln. Wir radeln von Amersfoort über Amsterdam, Nordwijk, Den Haag, Rotterdam. Und nun sind wir wieder auf dem Rückweg nach Amersfoort. Und mit dem Auto von Deutschland nach Amersfoort, oder? Mit dem Auto von Deutschland nach Amersfoort. Und das Gepäck wird immer weitergebracht von Hotel zu Hotel. Und wir brauchen nur radeln. Das ist total perfekt. Und gefällt es? Super. Das ist total schön. Also die Routen sind diesmal, wir machen das regelmäßig, nicht so gut ausgearbeitet, leider. Die Knotenpunkte sind schwer zu finden, es ist nicht so gut erklärt diesmal. Mhm. Also gerade in den Städten ist es schwierig für uns. Aber toll zu fahren hier, es ist fantastisch. Okay. Wunderschön. Wunderschön. Viel Spaß. Danke. Okay. Wij lopen even die kant op. Heel goed, de Duitsers komen met de fiets naar Austerlitz om hier de omgeving te bekijken. Komt een meneer met een auto. Wij lopen even die kant op, want daar is de supermarkt. En daar is vast ook nog wel het een en ander te beleven. Daar hebben we een heel mooi muziekje voor. Wat we dan onder zetten, zodat ik niet de hele tijd hoef door te praten. Er gebeurt helemaal niks hier. Het is helemaal doodstil. Oké, daar komt een wat oudere meneer. We hopen dat dit een meneer is die echt uit Austerlitz komt. Bent u een echte inwoner van Austerlitz? Ik woon er 50 jaar, ja. 50 jaar? Dat is een kwart van het dorp, geloof ik, volgens mij. Ja, denk het ook. Kunt u mij het verhaal vertellen van Austerlitz? Want waarom heet Austerlitz Austerlitz? Nou, het heeft iets te maken met Napoleon, hè.
Dat zie je aan de straatnaam ook. En wat heeft Napoleon daarmee te maken dan? Nou, je hebt de piramide van Austerlitz en die is door een of andere generaal is dat opgeworpen. Door de manschappen die niks te doen hadden. En die zijn aan de slag en die heeft die berg opgeworpen. En toen is die heel lang is die vervallen geweest en toen 10 jaar geleden zijn ze opnieuw begonnen met opbouwen. Ja, dat heeft ook weer 1 miljoentje gekost. En was dat nodig? Ja, het was nodig, want hij was behoorlijk in verval geraakt. Je kan het er ook gewoon afgraven? Ja, tegenwoordig kan alles, hè. Ja. En bij Austerlitz, je hebt een station in Parijs, dat heet Austerlitz. En je hebt een dorp in Tsjechië of Polen, Austerlitz? Tsjechië. Slavkov is ook Austerlitz. En hoe komt het dan dat alles Austerlitz heet? Ja, toen het een beetje bij elkaar kwam. En toen was Austerlitz, die voelde zich verbonden met Slavkov, Austerlitz in Tsjechië. Omdat het eigenlijk ook Austerlitz heette vroeger. Maar waarom heet het daar Austerlitz en hier ook? Nou, het heet daar niet meer Austerlitz, het heet Slavkov. Oké, maar is hun Austerlitz naar ons genoemd of wij naar hun? Nou, wij hebben altijd Austerlitz geheten. Dus ik denk dat na ons, want ik geloof dat ze hun eigen naam gehouden hebben, Slavkov. Oké, was het niet zo dat Napoleon daar een van de slag won bij Austerlitz? Was dat het niet? Nee. Dat was het niet? Nee, ik geloof het niet. Okay. Hey, wat voor dorp is Austerlitz? Nou, net dat ik word er 50 jaar, dus... Maar wat is het voor dorp? Nou, eigenlijk een dorpje voor mensen die buiten de stad, buiten het dorp werken. Dus heel veel in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Heel veel forensen? Ja, vooral een forensendorp is het. En er is nog een supermarkt, en er is nog een slager, ja. Er is nog een restaurant, maar dan houdt het wel op, hè? En een kapper. Oh ja, in het dorpshuis? Ja. Dus wat mis je nog dan? Nou, eigenlijk niet. U komt het dorp ook niet uit? Nee, nou, ik heb helaas een hersenbloeding gehad, dus ik ken heel weinig. En dan is de bus, en daar is altijd gedoe over de bus. Ja. Want die verdwijnt dan weer? Ja, daar zijn ze mee bezig. Hoewel, het is nog niet rond, geloof ik, hoor. Dus ik weet het niet of het... Oké, nou. Succes, fijn weekend. Ja. Rustig aan en succes met de krentenbollen. Ja, dankjewel. We gaan even naar de jeugd. Willen jullie wat vertellen, jongens, voor de televisie? Dan moet je even bij mij komen. Zij wil niet, zij durft niet. Durf jij wel? Jij durf je ook niet? Oké, ze durven niet. Heel goed. Ze hebben wel zo'n mooi hoevenbord, hè? Vind ik zo stoer. Of heet het weer anders? Ik kan dat niet. En dan lopen we door naar die oranje vlag. Het enige versiersel wat ik deze tijd in de provincie Utrecht ben tegengekomen naar aanleiding van het EK. Behalve dan natuurlijk die wedstrijden in Utrecht zelf. Zo, we gaan even kijken of er iemand thuis is. We hebben geen bel. We hebben geen bel. Nou, klop even aan. Echt grappig. Gewoon geen bel. Er zit wel een gat. Niemand thuis. Hallo. Hallo. Mark van Rossum, RTV Utrecht. Niet schrikken. Oké. Ik heb een cameraman bij me. Mag ik u filmen? Nou, niet schrikken, niet schrikken. Okay. Ja? Want u bent de enige met een oranje vlag. Ja, natuurlijk. Waarom? Ik heb op een KNVB gewerkt. En die vorige selectie, dus die hiervoor zat, daar ken ik een hele hoop dames van. Dus je bent gewoon echt een fan? Ik ben een fan. En nogmaals, als de heren moeten voetballen, hangt alles wel en de wijnen niet. Nou, dan hangt u niks op? Ja, natuurlijk wel. Oh, oké. Maar ik vind het raar dat niemand wat op hebt gehangen voor de dames. Doe een oproep, want ze doen het hartstikke goed, hè, de meiden. Heel goed. Ik heb elke wedstrijd gezien. Ja. Bent u er ook heen geweest of op de televisie? Nou, ik heb een lichte handicap, dus... Oké, dus u kunt niet naar het stadion? Nee. Oké. Nou, doe een oproep dat Nederland, in ieder geval de provincie Utrecht, zich gaat versieren. Ik wil mij alleen zo zeggen, zet hem op, jullie hebben het supergoed gedaan. Ja? En tegen wie moeten ze nu? Tegen Zweden, toch? Ik heb echt geen verstand van voetbal, hoor. Ja. Tegen Zweden. Wanneer is het? Een zaterdag. En dan zit u weer voor de buis? Ja, natuurlijk. Hoeveel wordt het?
Nou, ze winnen wel. Met deze kiepster en die de spitsen, ja, lukt het wel. Wat deed u bij de KNVB? Ik werkte in het hotel. Dus u heeft alle grootheden voorbij zien komen? Ja. Is dat leuk? Ja. En verzamelt heel u dat? Interessant en zo, maar ik kon in het begin niet zoveel van die voetballers natuurlijk. Maar ja, daarna ja, leef je daar naartoe en ja, dat is leuk. En vraagt u dan ook handtekeningen aan die mannen? Nee, dat doen we niet. Nee. En zijn het gewone jongens of zijn ze wel heel blasé als ze zo in het oranje zitten? Nee, heel gewoon. Gewoon gezellig? Ja. Okay. Dan gaan we weer terug. Bedankt. Oké. Okay. Veel plezier. En succes met de vlag, hè? Ik hoop het. Oké, okay. En de rest van Utrecht hangt ook een vlag op. Het staat gewoon zo leuk. Kijk, Joep. Is toch leuk? Petje, dingetje. Dan lopen wij weer langzaam terug. Ja, hier gaat het echt niet gebeuren. Het is zo rustig in Austerlitz. Oké. Okay. Joep zegt mij dat we nog 2 minuten hebben. Een ooievaar met iets erin. Mag ik u wat vragen, mevrouw? We zijn van RTV Utrecht. We maken een portretje van Austerlitz. Nou, is dat leuk of is dat leuk? Bent u een echte Austerlietse? Nee, u bent ook al in poort. Ja. Wij zoeken eigenlijk het verhaal waarom Austerlitz Austerlitz heet. Weet u het? Ja, dat heeft met Napoleon te maken volgens mij. Ja, zover waren we al, maar dan heb je nog meer Austerlitzen. Maar waarom heet het hier dan ook Austerlitz en in Tsjechië ook? Flauw idee, Slavkov hè, in Tsjechië. Ja. Ja, maar meer weten we ook niet? Nee. Met iets met een slag bij Austerlitz, zou het daarmee te maken? Ja, denk ik wel. En dat is dan weer Napoleon, maar verder nee. En hoe komt, het nou dat die piramide helemaal niet bij Austerlitz ligt, maar gewoon 5 kilometer verderop? Ja, die ligt iets verderop. Daar was het kampement. En hier het dorp? Met Napoleon. Ja. Als het toen een dorp was, was het waarschijnlijk een klein nederzettingje of zo. Maar, en ja. Is het een leuk dorp of niet? Ja. Wat maakt het leuk? Want er is zo weinig te beleven. Nou, dat valt heel erg mee, hoor. Dat valt heel erg mee, ja. Ik had ook, ik woon hier nu ruim 20 jaar. En ik liep hier vroeger doorheen met de avondvierdaagse, met kinderen vanuit Zeist. Dacht ik van, nou, je zal in zo'n gat wonen. Maar het is heel erg leuk. Het is heel, wordt heel veel georganiseerd door de... Zoals? Nou, er zijn ontzettend veel verenigingen. Er is een muziekvereniging, er is zang, er is tennis, er is voetbal, er is dart, er is klaverjassen. Wij dansen hier in het dorpshuis. En, een heel rijk verenigingsleven, ja, heet dat. Heel erg rijk en heel veel vrijwilligers. En er is Austerlitz Zorg hebben we nu, hè. Dat is heel uniek. Wat is dat? Dat is een organisatie dus, die is dus voor de mensen in Austerlitz die hulp nodig hebben met van alles en nog wat. Een heel nieuw complex wordt er gebouwd voor seniorenwoningen. En daar kunnen de mensen met hulp vragen, kunnen hier terecht. Er is een zorgorganisatie. En we hebben geloof ik 65 vrijwilligers die rijden. De mensen naar ziekenhuizen, kapper of boodschapjes doen. Mensen kunnen... die bijvoorbeeld de tuin die mezelf helemaal kunnen doen. Er worden klusjes voor gedaan. Naaiwerk, noem het maar op. Een heel sociaal dorp. Heel sociaal, ja. Nou, dan ben ik blij dat u tot slot in deze uitzending dit even verteld heeft. Ja. Bedankt. Ja. Goed. Dag, bedankt. Dit was De Straat vandaag vanuit Austerlitz. Volgende week is er weer een. Om 2 uur nemen we het op. En misschien sta ik dan volgende week wel bij u voor de deur.